De winter komt eraan. Wordt het een koude of zachte winter? Een vraag die we elk jaar weer krijgen. Kunnen we op basis van seizoensverwachtingen een antwoord geven op deze vraag? In deze video gaan we daar dieper op in. Als we iets willen zeggen over de aankomende winter, moeten we ook kijken wat we de afgelopen jaren hebben gezien. We kijken 50 jaar terug en we doen dat aan de hand van de zogenaamde Hellman-classificatie. Daarmee kunnen we winters inschalen in strengheid. Dat Hellman-getal komt tot stand door de dagen met een gemiddelde etmaaltemperatuur onder nul bij elkaar op te tellen en dan vervolgens het minteken weg te laten. En dan krijgt dus elke winter een bepaald getal mee. En hoe hoger dat getal, hoe kouder die winter is. Wat direct opvalt aan dit overzicht is dat we vooral in Nederland de afgelopen 50 jaar zachte of zeer zachte winters hebben gehad. Maar zelfs in een zachte winter kan het af en toe wel eens even goed winteren. Een weekje schaatspret, een paar dagen sneeuwpret of misschien wel een week kwakkelweer met gladheid tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan de winter van 2021, toen we een week lang met sneeuw en vrieskou te maken hadden, waarin er zelfs sprake was van een sneeuwjacht en heel lokaal zelfs van een sneeuwstorm. Maar ook de winter van 2012 was, ondanks dat die winter zacht verliep, een winter met even een paar dagen flinke winterkou. Het was zelfs zo koud dat het Elfstedenbestuur nog eventjes bij elkaar kwam. Ziet men in januari veel mollen, dan laat de winter niet met zich sollen. Weerspreuken in de meteorologie, dat is inmiddels passé. Maar hoe worden dan wel seizoensverwachtingen gemaakt? In de wandelgangen wordt er vaak gesproken over zonnevlekken, afwijkingen van de zeewatertemperatuur of de sneeuw- en ijsbedekking op het noordelijk halfrond. Deze factoren ga ik met je doornemen. Het aantal zonnevlekken wordt regelmatig aangehaald om iets te zeggen over de aankomende winter. In deze grafiek zien we het aantal zonnevlekken sinds 1880 en we zien dat er een duidelijke schommeling is te zien met pieken en dalen. En tijdens die dalen zien we dat er vaak, een zonnevlekkenminimum dus, een Elfstedentocht is verreden. En dus zou je kunnen concluderen dat bij een zonnevlekkenminimum de kans op een koude winter groter is. Maar als we daar gewoon de koude winters in plaatsen in deze grafiek, dan zien we dat die koude winters ook optreden tijdens een zonnevlekken maximum. En dus is deze factor zeer discutabel. Een tweede factor die van belang kan zijn is de afwijking van de zeewatertemperatuur. Want als bijvoorbeeld een groot deel van het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan veel warmer of veel kouder is, kan dat op zijn beurt weer invloed uitoefenen op de luchtdrukverdeling in het westen van Europa. En dat heeft dan weer gevolgen voor het eventuele winterweer in ons deel van Europa. Een bekende afwijking in de zeewatertemperatuur die op dit moment ook plaatsvindt is La Niña. Het zeewater tussen Zuid-Amerika en het uiterste oosten van Australië en ook een deel van Indonesië is duidelijk koeler. En dat heeft invloed op het weer in deze regio's. Maar zelfs in het noorden van Amerika merken ze ook dat het weer anders is in tijden van een La Niña. De invloed in onze omgeving is echter verwaarloosbaar. Ook de verdeling van zeeijs en sneeuw op het noordelijk halfrond kan invloed uitoefenen op de winter in onze omgeving. Want als er veel sneeuw en ijs is te vinden, kan het op het noordelijk halfrond ook steeds kouder worden. En die verdeling van sneeuw en ijs kan ook ervoor zorgen dat de luchtdrukverdeling anders gaat worden en eventueel de wind bij ons uit het koude oosten gaat waaien. En als het daar dan ook echt koud is, dan kan die kou ook makkelijk tot West-Europa doordringen. Deze factoren staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar zelfs tot in de hogere luchtlagen van de atmosfeer. En daar bevindt zich de zogenaamde poolwervel, die vooral later in het winterseizoen ook nog invloed kan uitoefenen op het winterweer in West-Europa. In de loop van de winter zullen we daar ook zeker nog wel op terugkomen. Verbind al deze factoren met elkaar en je zou zeggen dat je op een hele betrouwbare winterverwachting uit zou kunnen komen. Maar zo simpel is het niet. Dit soort factoren verwachten is eigenlijk al heel lastig. Laat staan al die factoren aan elkaar verbinden. En dat is de reden dat seizoensverwachtingen zo lastig zijn. Vergelijk het met het opgooien van een dobbelsteen. Als ik de nummers op deze dobbelsteen vervang voor de woorden koud en zacht, dan hoeft het woordje koud er maar één keer op. Dat hebben de statistieken ons inmiddels wel aangetoond. En als ik dan die dobbelsteen gooi,
dan is de kans natuurlijk groot dat hij op het woordje zacht uitkomt. En als ik hem vaker gooi, dan zul je zien dat het woord zacht veelvuldig naar voren komt. Dat wil niet zeggen dat alle winters zonder sneeuw en ijs verlopen, maar het aantal dagen met koud weer is natuurlijk minimaal. En ja, voor de winterliefhebbers, het zou zomaar kunnen zijn dat ik een keer de dobbelsteen de goede kant op laat vallen en dat we wel degelijk een koude winter krijgen. Of dat dit jaar is, we gaan het zien. Als winterliefhebber kijk ik al uit naar aankomende winter. En Weerplaza laat je deze winter ook niet in de kou staan. Want zodra sneeuw en ijs dreigen, laten we dat natuurlijk weten. En wil je geen enkele update missen? Ja, ik zou zeggen, druk dan eventjes op die knop om te abonneren.